Jan en April. Goedemorgen. Vandaag weer een vlog in onze reeks van de verkiezingen. Vandaag te gast April Wandhuizen, die nummer 11 is op de lijst van GroenLinks. En wat fijn dat je te gast wil zijn vandaag in de vlog. Met als eerste vraag eigenlijk heel obligaat, wie ben je? En wat voor ervaring neem je mee naar de Kamer straks? Ja, nou ja, ik ben April Wandhuizen dus. Ik neem nu mee aan ervaring al bijna 8 jaar politiek. Ik ben in 2012 gestart bij GroenLinks, bij de fractie in Nijmegen, als fractieondersteuner. En daarna ben ik in 2014 raadslid geworden en ook vice-fractievoorzitter. In 2018 ben ik gekozen tot lijsttrekker en fractievoorzitter. We hebben een enorme monsterzege gehaald hier in Nijmegen met 11 zetels. Dus ik stuur een team aan van 10 andere raadsleden en ook nog een aantal fractieondersteuners. En we hebben 3 wethouders in Nijmegen waar ik ook veel mee samenwerk. En ja, voor mijn officiële politieke carrière was ik ook wel actief in de belangenbehartiging. Onder andere ook nog met Jan Troost samengewerkt bij Terug naar de Bossen. Maar ook vanuit andere belangengroepen die zich bezighield met toen wat heette, de decentralisaties, wat toen heel erg speelde. Dus het scheiden van wonen en zorg, PGB, zodat je zelfstandig in een eigen regie je leven kan leiden. Dat is eigenlijk, zijn allemaal de voorlopers geweest voor mijn politieke carrière. Dus dank Jan. Dat is mooi. Ik begreep dat je ook daar met Linda Voortman als eerste contact hebt gekregen. Is dat nou ook een aanleiding geweest dat je bij GroenLinks actief bent geworden? Of... Ja, Linda heeft er wel een grote rol in gespeeld. Ik heb, het was toen al wel dat ik qua standpunten wel heel erg aansloot al bij GroenLinks. Maar omdat ik toen wel echt mijn eigen keuze goed wilde bepalen, heb ik verschillende Kamerleden gevraagd of ik mee mocht lopen. Dus ik heb bijvoorbeeld met Renske Leijten mocht ik meelopen. Heb ik 2 keer gedaan. Was super leuk en interessant om te doen. Maar ook bijvoorbeeld met Pia Dijkstra van D66, Tamara van Ark van de VVD. Bij de ChristenUnie ben ik zelfs een dag meegelopen in de Tweede Kamer. Super leuk en leerzaam om te zien hoe ook de... Het gaat niet alleen om standpunten, maar het gaat ook om welke... Ja, ik zeg altijd partijcultuur past bij jou. Hè? Hoe kijk je naar de wereld? Hoe ga je met elkaar om? En in mijn geval past de GroenLinks daar echt het beste uit. En ik heb daarna heel veel met Linda nog samengewerkt. Hey, April, je gaat net als wij rollen door het leven, zal ik maar zeggen. Je bent best wel een bekende Nijmegenaar, zal ik maar zeggen. Wat is nou de reden voor jou geweest om daadwerkelijk richting de landelijke politiek te gaan? Want volgens mij had je het in Nijmegen wel aardig mee zin. Zeker Jan, ik heb het in Nijmegen nog steeds naar mijn zin. En zoals jij ook volgens mij goed weet, is dat mijn echte belangrijkste drijfveer om in ieder geval landelijk of lokaal de politiek in te gaan, was ook het VN-verdrag handicap. Het feit dat je ook op lokaal niveau heel veel aan toegankelijkheid kan doen. En dat ik echt vond dat je dat beter op de agenda moest krijgen. Ik heb inmiddels geleerd lokaal hoe politiek echt werkt. Hè? Want je kan ontzettend veel roepen wat je vindt dat moet veranderen. Maar daarmee kom je in de politiek echt niet altijd. Vaak niet zelfs. Het vraagt vooral heel veel... het is bijna een vak zou ik zeggen. Hoe werkt politiek? Hoe kan je dingen bereiken? En dan heb ik in Nijmegen, denk ik, durf ik wel te zeggen, dat doordat ik in de raad heb gezeten, dat ik echt inclusieve samenleving en specifiek ook toegankelijkheid en het VN-verdrag handicap echt op de politieke agenda heb gezeten. Want ook alle andere politieke partijen hebben het er nu over. De ambtenaren begrijpen het beter, wethouders hebben het tussen de oren. En ik dacht, ja, het is lokaal nu gelukt. Ik weet hoe het moet. Mijn kennis, expertise zit op een heel goed niveau. Dit wil ik nu landelijk doen. Jullie hebben ook Otto van Dijk in de uitzending gehad, zag ik. En eigenlijk het werk wat hij heeft gedaan en ook Linda Voortman van GroenLinks, dat wil ik ontzettend graag voortzetten. Want zoals Otto al zei, we hebben nu mooi symbolisch het verdrag ondertekend. Maar er moet nu vaart in komen. Nou, ik wil die volgende stap gaan zetten en naar next level brengen. Dat is echt mijn belangrijkste missie. Maar er is nog één ander belangrijk punt. Er is ook een onderzoek een paar maanden geleden uitgekomen. Dat heeft gekeken hoe goed zijn de mensen met een beperking of een chronische ziekte nu vertegenwoordigd in de landelijke politiek. Of überhaupt in politiek en in bestuurlijke functies. En er zijn 5% van de Nederlanders
Die heeft een beperking of een chronische aandoening, waar ze ook gewoon dagelijks beperking van ondervinden. Er zijn 12.000 ambtenaren, bestuurders, benoemde mensen in de politieke functies. Dan zou je zeggen, nou, van die 12.000 moet dan 15% ook wel terug te vinden zijn in politieke functies. Maar dat is maar nog geen 0,5%. 0,5%. Dat is eigenlijk onzichtbaar, zeg maar. Ja. Hey, maar even de grote reden waarom heel veel mensen politiek actief zijn geworden, heeft ook te maken met de UWV. Hè? Je wordt voor gestraft bijna als je politiek actief wordt, zeker als je een uitkering hebt. Hoe denk je daar binnen GroenLinks iets aan te veranderen? Nou, ik denk dat we sowieso die hele participatiewet. Het is natuurlijk ontzettend vervelend dat het nu weer is uitgesteld, de behandeling in de Kamer. En volgens mij heeft GroenLinks is daar sowieso als enige altijd tegengestemd zoals die nu in elkaar zit. Er moeten sowieso veel betere, duidelijke richtlijnen komen voor iedereen, duidelijkere informatie. Want dat hoor ik aan alle kanten, zowel van mensen met een beperking zelf, maar ook uit bedrijven. Maar zelfs van binnen het UWV en de politiek. Zelfs binnen het UWV weten ze niet eens dat ze bepaalde regelingen hebben of bepaalde projecten er zijn. Daar ben ik al ontzettend van geschrokken. En je moet natuurlijk gewoon zorgen dat als je een samenleving hebt die inclusief is, gaat het gewoon echt om gelijke behandeling. Dus je moet echt kijken van hoe kunnen mensen gewoon een normaal minimumloon verdienen. En als je meer doet wat bij die schaal hoort, moet je dat ook gewoon kunnen verdienen. Het gaat niet alleen wat mij betreft over geld, maar ook echt over hoe zorg je dat je goed werkgeverschap hebt. Dat iemand de juiste begeleiding krijgt. Dat als jij bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek hebt, dat je meteen kan aangeven, hey, ik heb dit en dit aan voorzieningen nodig. En dat het gewoon geregeld is vanaf je eerste startdag. Er komt heel veel meer bij kijken. Het gaat vooral heel vaak over geld. Ja. Maar ik vind echt dat er nog een veel diepere laag onder zit. Als je echt zegt, we zijn inclusief werkgeverschap. Hey, ik heb gezien, hè, in jullie programma dat je met duurzaamheid heel erg druk bezig bent. En dat is mooi, hè? Milieu ook. Maar waarom is toegankelijkheid daar niet aan toegevoegd? Ook niet bij GroenLinks. Hoe bedoel je? Nou, als je denkt aan bijvoorbeeld energieactiviteiten, aan duurzame woningen, milieugericht. Maar toegankelijkheid is daar geen onderdeel van. En van de gasafsluiting, dat willen ze allemaal verplicht stellen. Maar toegankelijkheid in bouwsluit stelt nog helemaal niks voor. Hoe denk je GroenLinks daarmee? Ja, ik begrijp het even niet. Ik dacht, wat heeft van het gas af nou te maken met toegankelijkheid? Ja. Maar als je het hebt over bouwbesluit, volgens mij zijn we daar vrij helder in. Het gaat over al die lagen. Hè? Het gaat over de arbeidsmarkt, het gaat over inclusief onderwijs, maar dan echt inclusief onderwijs. Het gaat over dat bouwbesluit aanpassen. Ik had laatst wel een hele interessante discussie daar ook over. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Dus waar willen mensen wonen? Hoe willen mensen wonen? Gaan we de hoogte in? Gaan we de breedte in? Hoeveel groen moet erbij komen? Nou, het zijn zoveel dingen waarbij het bouwen rekening moet worden gehouden. Dat maakt het ook ingewikkeld. Dat snap ik ook voor de mensen die hier uitvoering aan moeten geven. Maar ik heb in dat debat wat ik laatst had ook duidelijk aangegeven van, maar je zet gewoon een hele groep mensen, zet je buiten de samenleving. Want het kan niet zo zijn, ook al is iedereen, heel veel mensen zijn op zoek naar een woning, dat is waar. Maar het kan niet zo zijn dat als jij bijvoorbeeld in een rolstoel zit, dat je dan alleen maar kan kiezen uit 3 woningen ergens in een flatje achteraf aan de rand van de stad, als het een keer vrijkomt. Ja, daar hebben wij tegenwoordig ook over rolstoel plus woningen. Dat zijn woningen die groter zijn als levensloopbestendig wonen. Ja, ja. Het gaat ook om meer dan levensloopbestendig. Hè? Want ik weet niet of je dat debat gevolgd hebt, wat ik laatst had hier. Maar daar heb ik het daar ook over gehad. Want levensloopbestendig denken mensen vaak, wat drempeltjes weg. Maar het gaat er natuurlijk over, hoe kan je ook heel makkelijk welk huis dan ook aanpassen aan wat nodig is. Ja. En het liefste, hoe kan je het al zo bouwen dat er eigenlijk weinig aanpassingen nodig zijn. Dus die discussie, ik ben daar op een ander vlak. Ik kan er helaas niet heel veel over zeggen, omdat ik daar niks over mag zeggen vanuit mijn andere werk. Maar daar ben ik echt hard mee bezig rondom het bouwbesluit. Ja. En hoe fel wil GroenLinks daarin zijn? Is het ook zo dat je kunt zeggen, er moet nu eenmaal in de wet komen te staan dat iedere woning die gebouwd wordt toegankelijk is? Of
Wat is het standpunt in GroenLinks als het gaat over er moeten heel veel woningen bijkomen. Laat die dan ook allemaal toegankelijk zijn? Of is dat toch iets wat je aan het middenveld overlaat? Als je het hebt over het ideale plaatje, dan is waar GroenLinks voor staat, is in principe, want dat is een inclusieve samenleving, moeten ook de woningen, niet alleen de woningen, maar ook de omgeving om de woningen heen, moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. Want daar kom je denk ik ook, dat komen we misschien zo nog op, maar dat vind ik zelf een hele belangrijke. We hebben het heel vaak over losse dingen die aangepast moeten worden. Terwijl ik wil veel meer liever kijken, en GroenLinks gelukkig ook, naar een ander perspectief. Dus de omgeving, hoe de omgeving is ingericht, die bepaalt ook de mate van waarin jij beperkt wordt. En moet je dus eigenlijk zorgen dat niet alleen woningen al zodanig gebouwd worden, maar ook panden, andere gebouwen, niet alleen openbare gebouwen, maar ook als jij naar de stad wil of naar het station wil komen, dat alles daaromheen moet eigenlijk ook beter worden ingericht. En wat is dan de rol van waaruit... wat is dan de rol van de overheid daarin? Is dat iets wat begeleidt of is dat iets wat oplegt of is dat iets wat ondersteunt? Hoe zie je de visie van de overheid in dat toegankelijkheidsdossier? Ik denk dat het een mix is van al die dingen die jij opnoemt. Ik zou niet toe willen naar een soort overheid die alles alleen maar bepaalt en regels oplegt. Maar ik denk wel dat, en dat zien we op meer vlakken, dat het alleen maar aan de markt overlaten, dat werkt gewoon niet. Dus je zou als overheid bepaalde regels moeten stellen. Je zou ook moeten faciliteren, moeten stimuleren. Misschien veel meer ruimte voor experimenten toe moeten laten. Kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Dat vind ik zelf ontzettend belangrijke dingen die je als overheid moet doen. Maar ook zelf een voorbeeldfunctie nemen. Hè. Dus zorg eerst maar zo dat je als overheid op orde hebt. Dat je genoeg mensen met een beperking in dienst hebt en dat je daar goed werkgeverschap voor hebt en dat alle overheidsgebouwen gewoon goed toegankelijk zijn. Ook daarin dat de websites op orde zijn. Daar worden allemaal slagen in gemaakt en ik zie echt wel verbeteringen, gelukkig. Maar we moeten echt nog hele stappen maken. Fijn dat we je even hebben kunnen leren kennen. We gaan meerdere politieke partijen langs, zei Jan. Ja, zeker. Voor de verkiezingen. Dat vind ik wel heel interessant, hè, dat er nu bij verschillende politieke partijen, het is nog minimaal hoor, maar ook andere mensen met een beperking op de lijst staan. Het merendeel wel redelijk of laag, of in ieder geval onverkiesbaar als je kijkt naar de zetels of de peilingen. Maar ik vind dat in ieder geval een goede ontwikkeling. Ik bedacht me gisteren wel, toen ik die paar mensen zo door de partijen heen aan het bekijken was, ik ben wel echt de enige met echt politieke ervaring. Dus dat geeft ook weer aan. Ik bedoel, ik ben blij dat ze op de lijst staan en ik hoop dat ze erin komen. Maar dan zie je ook van die doorstroom, die is dus echt mondjesmaat. Als ik de enige ben na eigenlijk Otwin van Dijk, er zit alweer zo'n gat tussen, die echt het politiek als vak nu beheerst en zegt, nou, je kan de Kamer in en je snapt wat je moet doen om dingen te bereiken. Nou, we moeten nog een hoop slagen maken als het gaat om emancipatie van mensen met een beperking. Heel veel succes. Zullen wij niet tegenspreken. Heel veel succes in ieder geval. Dankjewel voor je tijd op deze zondagochtend. Dankjewel. En we hopen er nog veel van terug te horen in de komende 4 jaar. Ja, ik hoop het ook. Nou ja, ik zou zeggen stemmen. In ieder geval stemmen. Oké, dankjewel. Wij gaan in ieder geval stemmen. Op wie dat zo niet zeggen. Dat moet je allemaal zelf weten.